Maar het Zijnstra, eindelijk, er is een wereldkampioenschap en dan ben je op die best. Dat hoop ik. Dat was heel chill. De laatste keer weer natuurlijk thuis met het zondje in Colombia. Nou, dat ging al aardig. Toen werd het alleen nog morgenkeerts, nou internationaal spel, dus zin in. Ja, hoe speelt dat dan bij jezelf in een keertsholle, zo maak ik het eigenlijk vreemd? Ja, het is natuurlijk... heel lang wisten we nog net echt dat er een wereldkampioenschap was. Dat die best wel let al je. Dus eerst zien we iets. Oh, wanneer gaan we trainen? Wanneer begint het al je? Nou ja, dan begint wat erin. En dan krijg je er steeds meer zin in. En ik vind het gewoon heel leuk dat het internationaal spel erbij is. En ik denk dat we daar een kans op hebben. Dus dan is het weer wat extra lading erbij of zo. Dus, maakt het dat het vooral is eigenlijk wel wat volwaardig? Ja, ik vind ja, dat hier... Dat ben je niet ik al kind is. Maar wij maar de jeugd hebben dus ik heel vaak niet. Dat denk ik wel meer dat het jeder gebeurt. Maar goed, het is van een idee vaak waar Oorland om de vrouwendelegatie bij komt te krijgen, dat wordt lastiger. En de vrouwen spelen vaak alleen dat iets morgen. Dus tje, wij zijn op het vrouwelijk moment om iets onze te dan of morgen maar dat een keer te echt veel. Dus dat liep het dan in dat opzicht van wat het internationaal spel. Maar goed, voor mij kan elk land makkelijk vier vrouwen bij elkaar krijgen om en daar te trainen. En goed, dat hebben ze daar ook opgekomen. Dus nou ja, blij dat het er is. Zeg dat Dutch Open al, dat is toch heel gretig best. Zo liek het altijd eerst. Best altijd, maar nou, dat moet het wereldkampioenschap in achterhollen? Nou, ik denk dat nog het is. Maar selectie? Dat ik net, want voor mij wie wel zo goed selecteert. Maar goed, wel omdat Anne en ik bijvoorbeeld de Dutch Open lange tijd net woon hier. En we voelen dat het gewoon tijd is om ons een keer te laten zien van hey, wij win goed en wij kunnen dit goal winnen en nou ja, daarom hier we eigenlijk gretig van hey, dit hier winnen wij hem, punt uit. Is dat misschien het motto van dit hier, dit winnen wij hem? Nou ja, maar een wereldkampioenschap is heel oorlijk, ik heb geen flauw idee meer eigenlijk, omdat het zo lange linie is, hoe die oren spelen. Ik bedoel, ben nou ik Mexicaan en zo. Ja, dus het wordt altijd lastig en ik denk dat wij ons aangespeeld spelematten qua hege bal dat soort dingen weer hun moeite maken en dat we dan gewoon een goede kans maken, maar morgen is succes. Dankjewel.